Goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar Vlogmas dag 14. Het is maandagochtend. Ik heb vanmorgen Mila naar de peuterspeelzaal gebracht. De kerstboxen op de post gedaan. En ik heb boodschappen gedaan. En het is nu 9:30. Ik ga je laten zien wat ik gekocht heb. En meteen een foto maken voor de thumbnail van de vlog. Oh, en dan zit er meteen jam aan mijn telefoon. Echt. Lekker. Even kijken voor de kindjes. Deze koekjes. Gaan we ook meteen op. Win-win. En volkorenbrood. Waar ik zo denk ik mee ga ontbijten. Ik ben trouwens bij de Lidl geweest dit keer. Omdat ik wilde kijken of het nou echt veel goedkoper was dan de Albert Heijn. Omdat ik eigenlijk wilde bestellen voor vanmiddag. En vaak hebben ze wel een goede deal. Maar nu moest ik echt dingen kopen. 10 euro aan M&M's. Dat ik denk, ja, dat vreet ik alleen maar op. Maar allemaal dat soort dingen. Of bier. Of gewoon dingen die we niet gebruiken. Dus toen dacht ik, doe eens gek. Ga naar de Lidl. Viel me vies tegen hoeveel goedkoper het was. 5 euro. Vergeleken met als ik gewoon naar de Albert Heijn was gegaan. 2 komkommers. Twee bakken cherry tomaten. Ja? Ja! Yes, ben ik weer. Marco is de was ondertussen aan het doen. En die kwam er even niet uit. Ik heb nog een bak kiwis. Want die vond Mila vooral super lekker. En een tros bananen. 2. Die vliegen er ook doorheen. Zo. En een zak. Appels. Jona God is dit. Ik heb een voorkeur. Ik wilde zeggen geen voorkeur. Wel voor Pink Lady, maar ik vind ze gewoon te duur. Dus af en toe vind ik dat prima, maar niet altijd. 2 dingen. De paprika's. Die ik even uit de plastic haal. Zo. Wat hier in Nieuwegein nog heel even gescheiden mag, hoeft. Jee, maar gaat lekker te worden. Want vanaf januari hoeft dat niet meer. Gaat een of ander apparaat het doen. Baal ik stiekem best wel van, want onze grijze container zit vol. Normaal vaak. En de plastic hebben we gewoon veel. Maar ja. En dan heb ik. Ja, het kan waarschijnlijk er toch niet aan tippen. Maar ik ga toch ook nog een keer van Lidl de vegetarische schnitzel proberen. En dan heb ik 2 dingen met vegetarische balletjes. Die zijn echt lekker. En zitten echt vol met vezels. Dus ik geef die tip ook altijd als iemand vezels wil. Ja, per 100 gram zit er 17,5 gram vezels in. Dus dat is echt heel veel. En dan voor Marco kipfilet à la minute paprika. Dus trouwens heb ik een leuk verhaal over. Ja, misschien vind je het niet leuk. Ik wel. En piri piri. En worstjes. Deze aten wij vroeger, 2015 denk ik, 2016, echt super veel. Vonden we echt geweldig. En toen werd ik zwanger van Mila en toen lust ik het niet meer. En ik heb het ook nooit meer gelust. Ik heb het gewoon nooit meer lekker gevonden. Dat vind ik zo bizar wat die hormonen dan met je doen. Ik heb nog 3 dingetjes kauwgom. 2 dingen met wattenschijfjes. Mijn lievelings oogmake-up remover. Zie je welke het is? Dat vind ik echt heel fijn. Hij heeft ook zo'n handig dingetje dat je je watje erop legt. Ik heb echt heel aan zo'n kauwgom in mijn mond. Ik hoop dat je het niet ziet. 2 Duo Penotti. Dit vindt Mila namelijk de allerlekkerste.
En 6 kilo bakken kwark. Oh, wat niet. Past ook niet. Zo. Even kijken. Nog meer kwark. En nog meer kwark. Zo. Check. Dat was het. Kijk mee vandaag. Wat wij gaan doen is de kerstboom optuigen. En we hebben Mila beloofd om vanmiddag even naar de Intratuin te gaan hier in Utrecht. Dat vindt ze super leuk. En ze heeft eigenlijk helemaal geen idee, denk ik, dat het daar kerst is. Dat er een kerstshow is. Niet zo groot. Het is een kleine Intratuin in Utrecht. Maar we gaan even met haar kijken. Lekker in de kerstsfeer. Hupsa. Hey! Hey, the world. I don't want to eat that one. Yeah! Kakamit in the woods. Yes! Now, back home. Who died of the met als oudste zonnestraaltje lekker naar de Intratuin. Nou, voor mij? Heb je dat? Ja. Maar ik ben de oudste in dit huis. Maar ik ben het zonnestraaltje. Kijk, we hebben leuke lichtjes. Woep woep, buiten ook. Maar wij gaan er vandoor. Wat anders krijgen we mental breakdown 495, denk ik. Ja, dan ga ik weer op de bank. Marco. Heel gezellig hier. Wij zijn uiteindelijk een half uurtje bij de Intratuin geweest. Dus niet mega lang. Maar was helemaal prima. Niet zo groot. Had ik ook niet verwacht. Het enige jammer is dat ze meestal een treintje hebben. En die was er nu niet. Wat ik ook snap. Maar ik had er toch op gehoopt. Omdat ik zag dat heel veel andere Intratuinen wel nog leuke dingen hadden. Qua draaimolens en dat soort dingen. Maar hier helaas niet. Wij gaan zo lekker eten. Gewoon simpel. Wat we altijd doen. Een wrapje. Maar ik zit nu te denken. Ik kan ook lekker een soepje pakken. Misschien doe ik dat wel. Ik laat het jullie nog weten. En ondertussen zijn de kindjes weer lekker aan het spelen. Met de broodjes liggen daar nog lekker. Want korsten, daar word je ziek van. Ik weet niet of je dat wist. Maar dat is echt zo. Toch, Lau? Je wordt ziek van korst, hè? Ja. Heb je nou nog brood met chocopasta op? Ja. Iee! Maar ze heeft wel de zomer in de bol. En die andere is hier, kijk, aan het spelen. Met alle kerstspulletjes. Kom. Tot zover onze avond. Nou, een Loxie. We gaan in bad. Hoi.
papa. Met jou? Oké, waarom moet ik van de kant? Dan komt hij, hè? Nu gaan we slapen. Oh. Je kan hoor. Oh! Dus missie op bed leggen is begonnen. Maar ik knop het af. Dat is vaak het probleem niet. Ik heb nog even een half uurtje gelopen met Bentje. Met de podcast van van Shanna Proost. Over hoe je een vision board een succes maakt. En het lijkt me echt super leuk om die eens te gaan maken. Moet ik alleen even goede tijdschriften vinden. En ik ga nu, het is 9:10, lekker erboven, lezen in mijn boek. En ik denk dat ik om 9:00 gewoon het licht uitknip en ik ga slapen. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!